Aloha, ik ga volgens mij vandaag 2 video's opnemen en het is nog steeds over de tarotonthulling, omdat het voor mij zo interessant is. En vandaag is de dag van de wake-up call collectief. Het begon vanochtend in Mena's Place. Ik vind dat zo leuk dat we met z'n allen, vooral mijn collega's ook, en ik zei ook dat, ik vroeg ook aan hun van maak iedereen in je community wakker. Nou, kom je met naar Space, dan weet je wel waar ik het over had. Waar ik het over heb ook. Maar de kaarten zijn zo interessant, dat ik even terug ga naar het verleden. En dan gaan we dan even dan weer terug naar nu. Want dit is nou 2-4. Nou, we beginnen vandaag met de dagkaart. We gaan even over de energie hebben. De dagkaart, de schoonheid. Dat zag ik vandaag letterlijk terug. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik weet wel astrologisch wat er is gebeurd. Maar dat is Jupiter in steenbok waar ik het vooral over heb. Is dat we nu, na vandaag of sinds gisteren of deze week, 3-1. Dat we de schoonheid van elkaar gaan kunnen willen zien. Dat we gaan snappen dat we met z'n allen in het donker hebben gestaan. Zeker de laatste 20 jaar. Dat toen 2000 werd verteld, iedereen gaat eraan. En je bent ook doodgegaan in gevoel en in verstand. En lichamelijk heb je vast wel een ziekte gehad. Om opnieuw te beginnen. En vooral om dit te mogen ervaren. Je eigen schoonheid en die van de ander. Prachtige dagkaart. En dat zag ik collectief terug vanochtend in Mena's Place. Dank jullie allen dat we met elkaar dit durfden te delen. Waar we dat eigenlijk heel lang verborgen hebben. Want soms zie je de schoonheid van een ander, maar omdat je zelf niet lekker in de vel zit, geef je geen support of geen energie. En dat is soms heel pijnlijk geweest, vooral voor mensen die bezig zijn met projecten of hard aan hunzelf werken. Met hun vlog of we proberen hun bedrijf op te tillen, dat vele anderen dit niet wilden zien. En als wanneer ze het zien, dat ze dat niet bevestigen. Maar ja, het komt eraan. 3-2. Er is zoveel gebeurd, je moet wel. Vandaag, voor de tarot onthulling. Dit was de onderste kaart. Dus er is je iets aangeboden, maar vooral in gevoel. Liefde ga ik vanuit. Een gesprek, zeg ik maar. Iemand heeft uit je hart je probeert te adviseren. En daarna, kijk eens wat ik dan daarachter zit. De ridder, ook van de kelken, zit erachter. Maar de andere kaart, dat is zo, ik moet het met jullie vertellen. Kijk, en dat zijn dan weer de bovenste kaarten. Moet je kijken. Bekers 4, dat hand van God, neem het aan. Je bent verdrietig om 3 andere situaties. En kijk dan wat daarna komt. De herinnering, de ware. Dan gaan we naar de tarotonthulling. Vandaag, omdat ik dacht, ik voel die energie, heb ik bij de tarot, doordat ik gisteren al geschud, en vandaag heb ik de animal spirit erop gegooid, omdat ik me afvraag wat voor dieren manieren hebben we met elkaar. En kijk eens wat hieronder was. We gaan van het donker naar het licht. En dat zag ik vandaag. Kijk, de kikker is voor mij het nieuwe geboorte. Kijk, oh, dan hebben we de unicorn, gaan we naar de spirit. Kijk dat. Mooi. Kijk, van het donker naar het licht. Dus je gaat het beter zien ook in het donker. Ondanks je in het donker staat, dat je het mag accepteren dat het donker ook de ruimte heeft om naar het licht te mogen reizen. Prachtig. Prachtig. Astrologisch. Vandaag de maan in de vissen. Weet je wie dan ook jarig is? Walt Disney. Toen dacht ik, oh my god, ook nog eens een keer op Sinterklaas. Hij is gewoon jarig. En wist je dat Walt Disney dat vertelde, hè, Deborah? Dat hij pas op het einde, echt zijn droom, hè, dat was pas op het einde heeft hij Disneyland geopend. Op een oudere leeftijd. En dat zei ik laatst nog tegen mijn vrienden. Vanaf je 40ste richting 60 gaat de succes echt voor mij komen. Omdat ik dan volwassen genoeg ben om de haters te respecteren. Om de liefde te ontvangen. Omdat je dan zoveel al hebt geleerd. En dat doe je meestal voorbij de 40. Daar geloof ik in. Daar geloof ik in. Vooral nu dat ik het heb ervaren. Richting mijn 40, sinds dat ik het ben, kijk ik heel anders. Vooral met emoties. Het draait echt om mij. Dus ik hoop voor jou, als je richting de 40 gaat,
tussen 32 naar 33, voorbij de 30 zeg ik altijd. In de Bijbel of ergens anders heb je nooit over kindje Jezus gehoord. Het is altijd naast de 30ste is Jezus gaan preken. Dus weet dat. Rond je 20ste ben je allemaal op zoek, wat wil ik worden, wat, hè, als ik later groot ben. 30ste heb je het een beetje door en na je 33ste loop je richting je droom. Wens ik je zeer zeker. Dus, ik wil de tweelingen, de vissen, de maagden en vooral ook de boogschutters waarschuwen. Niet waarschuwen in vervelende gevoel, maar er is veranderingen in jouw leven. Je ziet het heel helder, hè? Van het donker naar het licht. Heel helder, heel helder. En we hebben 4 planeten in de steenbok. Dus het is keihard werken aan je dromen. Breng, droom erover. Zo vaak mogelijk. En breng het op aarde. Want waar droom je heel vaak over? Wat is een herhalende droom? Is dat voor je gewonde kind stil? Dan moet je opruimen. Is dat ene huis, de ene auto? Werk eraan. 6 en 9 zag ik. Dat is dat ware wat jij nodig hebt. Daarvoor ben je op aarde gekomen. En al dat wat jou is overkomen, wat ik nu allemaal in de kaarten zie, heb je voor getekend. Het was allemaal geschreven in de sterren, zodat je nog mooier uitziet. Voor de better days, zoals ik altijd zeg. Denk erover na. Waar droom je over? Na morgen gaat de maan naar de ram. Dat is vuur en vuur. Het is actie. Het is energy. Wat ik denk dat de waarheid zich heeft zich openbaard deze week. Of wanneer je naar me kijkt. En de acceptatie is je enige uitweg voor de rest. Accepteer dat het zo is. Ga het niet willen veranderen, handelen. Want dat is wat je dus hebt geleerd in het verleden. Denken dat je het moet veranderen om het beter te maken. Vooral de ander. Verander zelf, dan verander de situatie om je heen. Een ander kun je never, ever veranderen. Je kan alleen maar laten zien hoe je het hebt gedaan. En als de andere wil happen, wil meeleren, wil meegroeien, dan gebeurt er dat. De keuze is altijd aan de ander, zijn vrije wil. Dus kies voor jezelf en ga. Het is een verhaal. Heb je voor één gekozen? Heb je voor één gekozen? Er vielen 2 kaarten. Kijk. Zwaarde 7. En de staven 9. Ik voel dat je jezelf hebt teruggetrokken. Dit is mijn online stalking kaart. Of je ligt lekker op de bank. Online anderen te stalken. Of online iets te doen. Zodat de ander het ziet. Dat je zogenaamd wat vrolijker bent, maar je zit afgesloten. Je voelt je bedreigd of je bent bedrogen. Of jij bent degene die iemand heeft bedreigd. 3 verhalen ga ik maar meenemen. Je voelde je misschien aangevallen door dat bedrog. Het is misschien niet het letterlijke woord aangevallen, maar in gevoel ben je geraakt. Zie je, dat ze allemaal staven en zwaarden. En nou is de overkant of jijzelf online aan het checken wat de ander doet. Zie je hoe sneaky? Kijk hoe sneaky. Je checkt. En beetje bij beetje heb je informatie verzameld. Achter je soort van, ik ga niet zeggen je gevangenis, maar zo zit er een beetje uit. Je ziet voor je gevangenis en daarna check je. Neem je en ga je naar achteren. Let op. Ik denk dat dit te maken heeft met het gewonde kindsdeel in jou. Heb je dat al opgelost? Of de persoon tegenover jou heeft het te maken. Het is gewoon de gewonde kind. De oude wonden. En als die oude wonden zijn aangeraakt door degene. Of dat het nu ineens opeens werd je ermee wakker. Is omdat je het moet opruimen voor volgend jaar. Want dit wat er allemaal is. Moet voorbij gaan. In 2020 mag dit allemaal niet. Mag wel, maar ik wens jou niet als jij naar mij kijkt. Laat me het zo zeggen. Ik wens je better days. Ga voor iemand. Ja, in de liefde heeft iemand iets heel gemeens. Of een harde set. Of ja, ik denk dat je je laat vallen in gevoel. Ja, en dan. De dierenmanieren, dat heeft te maken met intuïtie. Dit is echt een intuïtieve kaart. Het is een vuurteken, heel erg intuïtief.
als dit is gebeurd, dat je bent gaan afsluiten, nou, 2-1, dat klopt. Dus heeft te maken omdat je intuïtie heeft verteld, trek je terug en check vanuit een afstand. Dat is de helikopterview. Dat mag zowel online zijn, of gewoon vanuit huis als je helderziend bent. Dat je dat zielengesprek aangaat. Maar vooral vergeven. Maar denk vooral aan het gewonde kindsdeel die jij zeer zeker moet gaan healen. Vuur transformeert, hè? Dus je hebt een transformatie nodig of degene aan de overkant. Handel. Neem een beslissing. En als zowel als je die beslissing al hebt genomen door dit, heb je fantastisch gedaan. Want de deuren staan dan weer open voor jou. 22 februari, maart, blijf ik zeggen. Iedereen. En als jij de stalker bent online, don't do it. Let it go. Dus het kan pijnlijk zijn. En misschien moeilijker om te helen als je sneaky gaat kijken wat er speelt en wat er niet speelt. Is toch niet altijd waar. Online is heel veel leugens. 3-1. Het zijn momentenopnamen dat ik vrolijk ben. Klik, klik. Want wanneer ik niet vrolijk ben, nee, ik kan wel. Ik laat het ook wel weten. Ja, dan sluit ik me ook af of zoiets. Maar ik laat wel aan mensen weten hoe de staat van zijn waar ik ben. En mijn post, je weet het. Ik verberg nooit mijn emoties. Dus. Nummer 2. Achter jouw rug om toen jij niet keek. Einde. Klaar. Heb je je gezicht omgedraaid? Zie je het nu eindelijk? Je wilde het misschien niet zien voor 2. Dit is loslaten. Afscheid. Voorbij. Dit is eigenlijk die abrupte einde zelfs in de relatie. Klaar. Die 10 staven. Ik zeg altijd, dit zijn die wat je nodig hebt om verder te gaan. Een mens heeft 54 steken nodig in zijn hart om door te gaan. Alleen maar voor sommigen is het gelijk een steek. En bij anderen pas wanneer 10.000 dingen gebeuren, geldt dat voor 1 steek. Bij mij niet. Ieder steek is een steek. Dus ik hoop dat voor jou. Ja, hele harde woorden. Want ik zie zwaarden zijn naar je hoofd. 10 zware woorden misschien in de tellen. En misschien heeft het te maken. Misschien heeft het te maken dat we met z'n tweetjes. Misschien zit je in een triangle. Want ik zie de rabbit en de mot. De motvlinder die ziet er zo mooi uit met zijn motvlinder. Een donkervlinder, zijn nachtvlinder. Dat zijn die boze wizards en heksen. Zien er altijd zo knap uit. Maar van binnen. Mijn zus, toen zij kwam te overlijden in de channeling, heeft ze me geleerd dat lelijk heeft niks mee te maken met uiterlijk of de kleding. Dan zeg je, als jij iets lelijk vindt, is omdat je het niet mooi vindt staan bij jezelf. Als je een lelijk truitje of een lelijk kapsel, dat betekent het staat niet bij jou. Lelijk is karakter. Misschien gezien. En die andere die misschien er minder leuk uitziet. Rabbit, rabbit, want ik zie dat op internet, ik weet niet wat er aan de hand is. Die helpt je met het probleem oplossen, maar die ziet er anders uit. Die heeft misschien kortere handjes, ik weet niet. Nou, 13-13, dus 4 kom in balans door te weten wat je wilt. Ga naar het licht als je zelf een motvlinder bent. Ga in je holletje. Heal jezelf. Los het probleem op. Roep Alice in Wonderland. Ga met haar mee. Want ik blijf zeggen, al die karakterstukken in Alice Wonderland, dat deed jij zelf. Heb geen haast. Los het probleem op, want dit, nee. En de einde is sowieso op je schoot geworpen. Dus dat komt goed uit. Dus dan weet je dat je van dit naar dit. Het gaat niet om het mooi uitzien. Het gaat erom om het mooi voelen. Misschien is dat de les wat we hebben geleerd. Voorbij met de pret, zoals ik het hier heb opgeschreven. En de teleurstelling, de les is geleerd. En nu weet je dat je het anders moet doen. Als het niet om personen gaat. Een gevoel wel alsof je 2 gedachten, of misschien hoofd en verstand. Ja, ik bedoel, en hart. Het mag anders. Misschien was het. Het wordt anders. Of het is al voorbij. Ik heb het gevoel dat dit voorbij is. Maar je moet even terugkijken wat er speelde. Zodat je nu echt, echt goed kan planten waar je heen wilt. Check uit. Voorbij met de pret.
afscheid, einde in de liefde voorbij. Niet pikken hoor, mensen die dat doen bij je. Nou, volgens mij ga ik het gewoon halen. Nou, kaart 3. Kaart 3, ook heel leuk. Kijk, staan we 7. Ah, iemand valt je aan in 1. Dit zie ik voor mij in energie. Bewerking. Het kan zelfs voelen. Black magic. Echt waar. Maar je bent krachtig genoeg. Dit is echt een kaart dat iemand jou bedreigt omdat jij goede vooruitzichten hebt. Wees alert. Sluit jezelf goed af. Clean je aura. Zorg dat niemand toegang heeft tot jou. Maak jezelf juist heel groot als je de angst voelt. Want een ander kan niks van je afpakken als je dat niet toelaat. Zie je dat? Ik kan gewoon die staven beschermen. Het is de 7, het is de van God. Neem dan alle dagen van maandag tot zondag om even tot rust te komen. Of ga alle oceanen af. Ja, want God is met jou als je aangevallen. Ga naar God. Heb je al een altaar? Kijk. Jaloezie. En in de relatie misschien flip-flop. Misschien ook driehoek. Ik weet niet, man. Dit is allemaal dingen die voorbij zijn. Of komen gaan. Maar in ieder geval, je bent geïnformeerd als het je overkomt. Wat je kan doen, je enige dierenmanieren is straal vanuit binnenuit. Be a peacock. Eigenlijk wanneer de peacock is omdat ze dan bedreigd voelen. Hè? Weet je nog, wanneer ze zichzelf groot maken is omdat ze een vrouwtje willen versieren. Doe dat. Maak jezelf groot en straal vanuit binnenuit. Want dat is wat ze zien, dat klopt. Vooral, denk ik, de tweeling, de vissen, de maagd. En de, misschien de groei, hè? Het wordt duidelijk gemaakt. Het is de groei, maar dit kun je doen. Geef geen aandacht aan de aanval, aan de jaloezie. Want dan wordt het alleen maar groter. Sluit jezelf niet af. Kom juist naar buiten. Je verdient het. Je hebt er keihard voor gewerkt. Weet ik zeker als mensen voor kaart nummer 3 hebben gekozen. Alleen maar wees alert. En ja, mensen kunnen jaloers zijn. Wees niet zo geschokt, had ik ook. Oh, doen mensen dat? Ja, en soms in jouw kring. Gewoon je eerste kring. Mensen vinden het heel leuk als je groeit tot hier. Hè? Zodra je omhoog gaat en omhoog, vinden ze het minder leuk. Want ze willen eigenlijk samen blijven, want ze zijn zelf bang om te groeien. Dus wanneer ze jou voorbij zien gaan, kunnen ze... Ik noem dat... Jacqueline en ik, mijn vriendinnen, hadden zo genaamd, omdat het positief daarvan. Ik wil dat ook zo graag. Maak dat het dan. Raak geïnspireerd wanneer je... Stel je voor, hè, de overkant of wanneer je zelf erin zit, die heb je ook, hè, wat je voor 3 hebt gekozen. Raak geïnspireerd door de ander en doe wat. Zou leuker zijn. Steek een kaarsje aan. Kijk wat ik heb gekregen trouwens. Kijk, hartje, doe. Tiersje, kijk eens. Dat ga je leuk vinden. Van jou gaat dus niemand pakt mijn hart nu af. Ik heb mijn hart gekregen. Ik had allemaal bij me, maar nu is het bevestigd. Wat zat er over de hart op mijn hart? Wel leuk om je te pesten. Kijk eens, Tiersje. Ja, ja. Klopt. En ik heb aan een paar andere mensen gevraagd. Ja, klopt. Je hebt mijn hart voor me. Ik dacht, nou leuk. Dat is voor mijn papa. Oké, we gaan terug naar de kaarten. Daarna ben je een ervaring rijker. Dus dat is heel de clue. Dat je weet onderweg dat mensen ook jaloers zijn. Zelfs de leukste, liefste mensen met de mooiste blauwe ogen. Die kunnen heel lelijk zijn van binnen. In Suriname zeggen ze mooi... Van ver en ver van mooi van midden. Dat is lelijk. Lelijk van binnen. Het andere niet willen gunnen of supporten. Zie, ik moet ook gewoon boeren. Probeer los te laten. Oh, zie, ik heb voor jou losgelaten. Laat degene los. En wees mooi. Oké? Okay? Wees heel mooi. Nou, vergeet de teasers niet. Abonneer. Praat erover. Dat vind ik allemaal leuk. Hieronder, hieronder. Allemaal gegevens. Kun je gewoon klikken en dan kun je me gelijk mailen. Heel leuk. Nou, ik kon toch bij 1 filmpje houden. Ik heb het heel snel rap, gelukt. Hoop dat je er wat aan had. Oké? Okay? Succes en gedraag je. Ik ben gedraag je. Yes? Kijk eens. Zie de schoonheid van jezelf en de ander. We zijn allemaal op reis. En als je een persoon lelijk ziet, dan moet je zeggen, die gewonde kindsdeel in jou, die moet je gaan helen. En daar gaat het om. Het zijn oude wonden. Soms is het nog ineens... aan jou of voor jou.